spit. Oh ja, boy! Dan krijg je alles in je gezicht. Iedere dag weer ongeveer. Nee, nee. Ik denk dat ik wel een goede influencer zou zijn. Wat zou je dan influencen? Dingen met stekken. Wat ben ik klaar met deze Q&A? Ik was al lang afgeraakt. Zo. Motherfuckers wanna get famous. Bus guns again. Dangerous, dangerous. Had I graduated from Cambridge, yeah. Money talks and everything. Ja, heel vet. Komt hij wel aan? Ja. Nou, wat moet ik? Nou, Tom, maar waarom moet jij nou deze stomme bril op? Ja, dat wil jij niet. Nee. Ja, doe eens. Fucking hekje als spits. Ik kleur een jongen. Oh, Malum. Oh! 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 Ga je dat nou allemaal aan lezen te opvreten? Ja. Yay! Yeah. Dit wordt som YouTube history. Nooit eerder vertoonde beelden. Broeders en zusters Boom samen op YouTube. Dit zijn dus mijn broeders. Tom Boom, stel jezelf weer voor. Ik ben Tom Boom. En broeder Daan Boom, stel jezelf weer voor. Nou, mijn carrière begon. Het leek me wel eens tijd voor een goede Q&A. En ik heb op TikTok een oproepje gedaan en op Instagram of jullie leuke vragen voor ons hadden. En dat hadden jullie. Eerste vraag komt van zoek maar op. TikTok. Vraag 1 voor de Q&A. Heb je zin in de Q&A? Nee. Nee. Nee, absoluut niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Jij zin in de Q&A? Ja, ziek veel. Vraag van Ketelaar Amber. Wat is jullie grootste blooper? Begin bij Tom. Blooper? Ja. Blooper. Dat ik mee doe aan de Q&A. Dat gaat natuurlijk een blooper worden. Oh, ik weet wel het blooper van jou. Klusjes van Tom. Klusjes van Tom? Tom's klusjes. Ah. Wow. Helemaal kapot. Gooiende. Kan dit nou? Wat is dit? Even googelen. Wat was jouw blooper? Ja, ik weet er wel één. Ja, verhalen die binnen de familie blijven. Eén blooper is dat ik, dat is ook wel een dikke tip aan alle jongens. Als je heel nodig moet plassen en je bent op het strand, ga dan niet met je piermuis tegen de wind in pissen. Want dan krijg je alles in je gezicht. Wat is jouw blooper? Ja, weet ik even niet. Ik maak... Oh, ja, boy! Ik maak nooit bloopers. Hey, ik snap er echt niks van. Hoe doen mensen dit? Waarom werkt dit niet? Oh, nee! Nee, ik ben zo'n fucking kneus. Brecht je buitenkant wil weten, hoe vinden jullie het dat jullie broer en zussen zijn? Nou, Brechtje. Hartstikke leuk, toch? Ja, hartstikke leuk, toch? Ik vind het oprecht heel erg leuk dat ik twee broers heb. Sowieso dat ik niet enig kind ben. Dat lijkt me toch wel een beetje ongezellig voor mezelf. Kan ook heel veel voordelen hebben, maar ja. Ja, ik heb het altijd heel gezellig gevonden. Ja, en ik vind het ook heel erg leuk dat ik het enige meisje was. Want dan hoefde ik mijn barbies niet te delen. Vond ik een heel groot voordeel. Ja, ja. Ja, en dat ik je overal moest ophalen bij je vriendinnetjes. Als je het jongste bent, is dat ook een heel groot voordeel. En ze zijn er niet. Ga je naar in de gang. Ik hoefde dat gelukkig nooit. Dat is weer het voordeel om inmiddels te zijn dan. Ik kreeg ook een vraag. Wat is jullie leukste, domste jeugdherinnering aan elkaar? Sowieso, wat mijn leukste jeugdherinnering is met jullie, is altijd als we op vakantie gingen en dan samen op een kamer mochten slapen. Echt heel gezellig. Dan klets. Sliepen jullie. Die sliepen dan altijd in het papa-mama bed, in het grote mensenbed. En ik ergens in een hoekje op de grond. Dan gingen zij met z'n tweeën hele flauwe grapjes maken. En ik lag alleen maar in de hoek gewoon de hele tijd te lachen. Ja, god, ja. Ik sluit me daar wel bij aan. Maar de domste, die weet ik wel. Dat is dat jij altijd mijn schoolbeker dicht moest draaien. Ja! Ja, dan had ik zo'n drinkbeker met siroop. En die elastieke bandjes in. Ja, en dan draaide die altijd scheef dicht en dan in mijn tasje. En dan kwam ik met zo'n lekker tasje op school. Iedere dag weer ongeveer. Ik deed mijn best. Ja. Ja. Emrys wil weten, op een schaal van 1 tot 10, hoe irritant vonden jullie elkaar vroeger versus nu in deze situatie? Nou, 10. Een ongevraagde Q&A. Ja. Neig naar een 10. Ik zat gewoon echt ziek chill te Mario Kart. Daar kom je voor de Q&A. Ik heb helemaal niet gevraagd om een Q&A. Maar al lullig voor Tom dat hij ergens in wordt gegeluld. Ja. De enige die niet zo nodig... Oh, hou eens op zeg, krabben. Lekker om meer naar mensen te kijken hoe jij aan je eczeem zit te krabben hier. Welkom bij de Q&A. Maar hij is de enige die niet zo ongelofelijke aandachtshoer is van ons. En dan moet hij hier alsnog verplicht op de bank op YouTube. Hoe kut is dat? Verder, vroeger, wanneer het irritant was, als we op vakantie gingen, dan was jij echt ziek irritant in de auto. Nee. Want jij had een dubbeldekkerbeugel en je stond een beetje giegel. Dat is echt niet waar. Het punt 1 was dat ik verplicht in het midden moest. Dan heb je zo'n reepje om op te zitten. Ja. En jullie waren allebei... En daar allebei... moest je aan houden. Ja, precies. Jullie waren allebei fucking irritant met... Nee, dit is mijn kant. Nee. Ja.
lang duurt het deze keer? Ja, ik wou net zeggen. Nou, ik moet nog van alles doen. Ja. Anders ga ik het niet redden. Deze vraag is voor Tom van Marbie Homp. Marbie Homp. Waar kan ik jou van kennen? Ja, van vrij weinig, denk ik. Nou, ik denk van de schoolmusical groep 8. Ja, daar, inderdaad. Maar ik denk niet dat Marbie Homp toen al bestond. Van de theatershow De Eerste. Ja, daar stond je namelijk Ik ben een magician. Nou ja, assistent van een magician. We hadden een goochelact en op een zeker punt kwam Tom ineens uit een verdwijnkist. Als je naar mijn theatershow bent geweest, dan heb je Tom kunnen zien. Puk van de Pettenflat wil weten, heb je niet het gevoel dat je influencer moet worden, Tom? Ja. Hij heet ook al, op Instagram heet hij al Tomboom Official Fanpage. Ja, dat heb ik gedaan. Ik denk dat ik wel een goede influencer zou zijn. Wat zou je dan influencen? Elektronica. Ja, dingen met stekkers. Dingen met stekkers. Lifehacks. Lifehacks van Tom. Ja, ja. Heb je daar nou heel veel behoefte aan? Laat het vooral even weten in de comment. Fleur van der Linden wil weten, wat vinden jullie het mooist en het lelijkst aan elkaar? Dan begin maar. Ja. Jouw cue. Ja. Dan begin ik met Tom. Het mooiste aan Tom vind ik zijn haar. Ja, daar wil ik het straks wel even over hebben. Ja, nou ja, vertel maar. Wat? Nou ja, dat zij naar de kapper gingen, dat ze mij de haarkleur wou laten verven. 160 euro thuis komt als een soort Pippi Langkous. Pippi Langkous. Nee, erg nog. Als zo'n dorpse vrouw van dit vindt. Ja. Dat ga ik er sowieso niet uit knippen. Knip je eruit dit hoor, echt. Anders kom ik je slopen. Wat ben ik klaar met deze Q&A, zeg. Ongelooflijk. Ik zou al lang niet meer naar deze video kijken. Ik was al lang afgehaakt. Ja. Zo vind je het interessant om jezelf te vertellen? Totaal niet. Nee. Zeg dan even wat interessants. Ik heb goede content nodig. Ik dacht, je knipt alles eruit. Ik geloof, schiet ik op met je Q&A. Oké. Okay. Wat is het raarste wat jullie ooit samen hebben meegemaakt? Dat ik in paarden. Oh, deze vind ik leuk. Dit is een mooie om mee te eindigen. Tijn van Mans vraagt, op welk ding van elkaar zijn jullie het meest trots? Waar ik super trots op was, wat ik echt heel erg leuk vond, was dat jullie samen die theatertour deden. Dat was voor als zusje, vond ik het echt fucking leuk om naar het theater te gaan en dat dan mijn beide broers daar... Ja, dat konden we horen inderdaad in die donkere zaal. Ja. Als niemand lachte, was er altijd nog één. Ja. Dat is toch leuk? Ja, nee, dat vond ik ook heel leuk. Dat vond is heel super leuk lief. Als je in de zaal zat. Ja, ja daarop aansluitend heb ik Tom een soort onmogelijke opdracht gegeven, terwijl hij nooit de techniek van een theatershow had gedaan. Om met video, geluid, en de alles erop en eraan had ik allemaal veel eisende dingen. En dat heeft hij allemaal in zijn eentje gedaan. Nou, daar was ik enorm trots op. En dat hij op het podium kwam ook nog, terwijl hij naar een grafhekel aan heeft. Bij jou, hoe je dit allemaal doet. En de discipline en de kracht en de creativiteit daarvan. Dat vind ik bewonderenswaardig. Nou, dank u zeer. Echt leuk om te horen. Ik ben ook heel trots op mezelf. Ja. Henk Jan Smits. Ik ben bij jou heel trots op wat je nu allemaal doet. En dat je daar ook eigenlijk niet in opgeeft. Dat het in het begin natuurlijk, je begint met niks. En inmiddels heb je al behoorlijk wat opgebouwd. En je geeft niet op, je gaat gewoon door. Oh, dat vind ik echt cute. En bij Nate. zijn creativiteit ook. Om steeds weer iets te bedenken. Het is niet een herhaling van iets anders wat er al op lijkt. Ja, iets nieuws weten. Daar ben ik het wel mee eens. Thanks bro. Nou, ik vond dit een zeer geslaagd Q&A. Ik was super blij dat jullie dit met mij hebben willen doen. Geheel vrij. Ja, inderdaad. Mochten jullie dit nou een ontzettend leuke video vinden, wat moeten ze dan doen? Abonneer op dit kanaal allereerst. Dat had je al lang moeten doen natuurlijk. Reageer ook eventjes in de comments en geef een blauw duimpje omhoog. En krijg verder lekker de vinkentering. Dag! Groetjes!